Hallo allemaal en welkom in de Babbelbox. Mijn naam is Romano Wip en vandaag zit ik in de praatbox met drie hele flinke kinderen. Laten we even luisteren wat ze te zeggen hebben. Goedendag allemaal, hoe gaat het met jullie? Hallo. Oké, hoe heet jij? Zonaira. Zonaira. Sander. Sander en? Mishita. Mishita, oké. Hoe gaat het op school? Heel goed. Ja, heel goed. Alleen Tina? Nee. Nee, maar het gaat wel heel goed. Ja. Oké, vinden jullie het leuk om hier te zijn in de praatbox? Ja. Ja? Oké, ik wil even weten. Hebben jullie dieren thuis? Ja. Nee, ik niet. En jij, Sander? Een hond. Een hond. Ik heb twee honden. Okay. Ze heet Gino en Jimon. Zulke mooie namen hebben je honden. Ik wil even vragen, weten jullie dierengeluiden te maken? Ja. Oké, laat me horen. Welk dierengeluid kan jij maken? Van een koe. Van een koe, laat me horen. Mooi. En jij, Sander? Ik kan niet. Je kan niet. Je kan je hond ook niet nadoen. Je hond is de hele dag stil. Oké, en jij? Een muis. Kan je van een muis doen? Piep, piep. Oké, kennen jullie een paar gevaarlijke dieren? Ja. Een krokodil en een leeuw. Een krokodil, een leeuw, ja. Welke ken jij? Een slang. Een slang. Een tijger. Een tijger, dat zijn die gevaarlijke dieren, hè? Oké, maar van welke gevaarlijke dieren houden jullie? Van welke hou jij? Een beer. Of een tijger. Sander, jij? Van geen enkel. Van geen enkel, je houdt niet van gevaarlijke dieren. Ik hou niet van gevaarlijke dieren. Ik zou het niet weten. Je zou het niet weten. Maar heb je ooit een krokodil gezien? Ja, zoveel keren. Zoveel keren. Omdat daar bij mijn huis toch is onder water, soms dan gaan we krokodillen zien. Oh, dat. Gewoon in de straat? Nee. Oh, oeh. Is gewoon een zandtoeger. Oh, oké. En dan zien jullie soms krokodillen daar, no? Ja. Maar eten jullie ook krokodillen? Nee. Mijn oom eet dat. Je oom wel. Oké. Als je een dier mocht zijn. Als je een dier mag zijn, welk dier zou jij willen zijn? Een vis. Een vis. Waarom zou je een vis willen zijn? Dan kan ik zwemmen onder water. En dan kan maar je de hele tijd zwemmen, hè? Maar als je vis zou zijn, zou iemand met een hengel komen? Nee, maar dat kan niet. Jij zou een vis willen zijn omdat je de hele dag zou kunnen zwemmen. Oké, welk dier zou jij willen zijn, Sander? Een tijger. Een tijger. Waarom zou je een tijger willen zijn? Ik wil snel rennen. Oh, je wil snel. De tijgers rennen snel, hè? Maar dan zou je ook achter mensen rennen. Zou je achter mensen rennen? Nee, je zou gewoon een snelle tijger zijn die de hele dag rent. Of ga je een poes eten? Oké, welk dier zou jij willen zijn? Ik denk een hond. Een hond? Ja. Waarom een hond? Weet het niet. Oh, gewoon. Het lijkt je gewoon leuk om een hond te zijn. Ik zou een poes zeggen toch, maar als het hulp nodig heeft, dan kan het niet zo luid komen. Maar een hond kan wel. Oh, mijn hond wel, oké. Ja. Je zou een hond willen zijn. Laat me horen hoe je zou blaffen als je een hond was. Woep, woep. Zo zou je, dat noem je luid. Laat me het luider horen. Woep, woep. Hey, dit is een Pekingese. Dit is een van die kleine hondjes. Een chihuahua. Een chihuahua, oké. Ik kan bijna geen honden, alleen een pitbull. Oké, als je later groot bent geworden, ik ga beginnen bij Sander. Als je later groot bent geworden, wat zou je willen doen? Wat voor werk zou je willen doen? Ik mag het niet zeggen. Waarom niet? Gewoon niet. Waarom mag je het niet zeggen? Gewoon niet. Oké. Je weet niet wat je later zou willen doen. Wat zou je willen doen? Je mag me gewoon zeggen. Wil je politieagent worden? Mm-mm. Brandweerman? Vuilnisman? Wat dan? Je mag het zeggen. Kleine kinderen weten toch niet als ze wat willen ze worden. Dat moet ze, als ze groot is, dan pas kan ze. Oh, pas als ze groot zijn. Jij weet ook niet wat je wil worden. Ik later. Weet wel. Wat zou jij willen worden? Een dokter en een danser. Een dokter en een danser. Dus dan wanneer die patiënten bij je komen, dan ga je dansen met ze. Oké, een dokter en een danser zou je willen worden. Oké, heel mooi. En jij? Ik zou het wel weten als ik groot ben, maar nu denk ik dat ik nagels voor mensen ga zetten. Oké. Dan kan ik ook bij je komen. Huh?
Ja. Ja. Als je lesbisch bent. Wait a minute. Oké. Of als jij een meisje. Zo, het is eigenlijk alleen voor meisjes, no? Ja. Oké, okay, oké. Okay, maar okay. Eigenlijk zitten jongens ook. Jongens zitten ook, ja toch? James Charles zit ook. Ik ken hem niet. Maar het is niet erg. Een lage C voor iedereen, toch? Mooie nagels. Ja, toch? Oké. Okay. Als je alleen zou zijn op een eiland. Jullie weten wat een eiland is, toch? Ja. 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 Je weet wat een eiland is? Een kleine. Ja, het is een stukje land omringd door water. Alleen maar water, zee zo. Als je alleen op een eiland zou zijn, met wie zou je willen gaan? Als je alleen naar daar zou moeten gaan, met wie zou je gaan? Mijn moeder en mijn vader. Maar eentje mag je meenemen. Wie zou je meenemen? Je wil beide meenemen. Mijn moeder gaat in het water vallen. Oh, dan liever papa. Dan liever met papa, hè? Oké, dan ga jij met papa op een eiland. Oké. En jij, met wie zou jij gaan? Mijn vriendin. Je vriendin? Dan zou je daar zijn met je vriendin op het eiland. Oké, en jij, Michita? Met een gord, zodat ze maar kunnen dingen. Met een? Niets met me. Met een gun. Een gord. Oh, een gord. Yeah. Oh my goodness. Met een gord. Oh, dan kan niemand je iets doen. Oké, okay, en als je daar bent, je bent daar op een eiland. Jij bent met je gord, jij bent met je vader en jij bent met je vriendin. Welk eten zouden jullie meenemen? Wat zou Chinese meenemen? Eten. Chinese eten. Chow mein, hè? Wangtong. Mm-hmm. Bami soep. Oh, wangtong en bami soep. Oké, okay, dan zouden jullie dat de hele dag zo eten. Oké, okay. En jij, wat zou jij meenemen om te eten? Wat zou je meenemen? McDonald's? Ja. Alleen McDonald's? Het gaat droog worden. Het gaat droog worden, hè? Nee, maar dan kan je het nat maken met dat water, toch? Nee. Dan is het niet lekker dan. Oh, dan is het niet lekker, hè? Okay, gewoon maar... snel eten. Oh, gewoon snel eten. En wat voor eten zou jij meenemen? KFC. KFC. Ik ga 7 buckets kopen met 7 kippen. Zoveel? Ja. Dan ga je alles eten? Ik ga alles eten. Ga je je gord ook geven? Ja. Hoeveel ga je hem geven? Als hij goed op me gaat letten. En hoeveel ga je hem geven? 1 bucket. 1 bucket. En dan ga jij 6 eten? Ja. Oh my goodness. Oké. Okay. Ik heb jullie nog niet gevraagd. Welke school zit je? Een basisschool examen. Oké. Okay. En is het leuk daar? Ja. Ja. En jij? Polanenschool. Polanenschool. En die school is ook een leuke school? Nee, niet echt, ne? Maar je gaat wel elke dag naar school. Oké, oké. En jij, Michita? Oh, we zijn Polder. Polder is helemaal daar aan de andere kant, hè? Ja. Op Zuid, ja, Wanica. Ja. En daar is het wel leuk? Soms, maar er zijn ook mensen die vechten. Migado. Maar jullie vechten niet op school, toch? Nee, maar soms ben ik wel boos. Sander, ik hoor je niet. Nee. Nee, zeker. Ik ga naar alle scholen om te kijken en te luisteren als jullie vechten op school. Ja, maar ik vecht niet. Oh, oké. Okay. Oké, okay, dank jullie wel. Michita, Sander en Sunaira. Ja, toch? Dank je wel. En dan tot de volgende keer. Ja? Dat was het dus voor deze keer in de Praatjesbox. We gaan nu naar Sterren in de Box. Hi, mijn naam is Rodney Deekman. Met wie zit ik? Met Nianza Vreese. Nianza en? Giffen. Giffen, Nianza en Giffen. Nou, ik ben Rodney Deekman en mensen kennen me ook wel als een publieksfiguur. Iemand die een beetje bekend is in Suriname. En ik ben eigenlijk net als jullie begonnen. Ik begon met een jongere programma. Het heette Damaka TV. En daar heb ik dus, net als jullie, hier bij de Babbelbox, heb ik de presentatie gedaan. En toen, ik heb dat jaren gedaan en heel leuke dingen gedaan. Ook op straat met mensen en met beltegoed, belkaartjes. Die kennen jullie wel, toch? Die belkaartjes. Ja, met belkaartjes, mensen belkaartjes snel laten krassen. En daar ben ik heel populair of heel bekend mee geworden. Het tweede waarmee ik heel bekend ben geworden is, denk ik, moet wel Suripop zijn geweest. Een contest, een schrijverscontest, waarbij ze dus een muziek maken en daarnaast een zanger zoeken. En ik heb 2 keer meegedaan aan Suripop, waarvan ik 1 keer heb mogen winnen. En als derde
Tegenwoordig ben ik ook wel bekend, een beetje populair met social media. Zeg maar niet dat jullie geen social media kennen. Facebook, TikTok, kijk ja, die. Daar gaan jullie wel direct knikken, TikTok. Ik maak ook filmpjes waarbij ik dingen die gebeurd zijn in Suriname. Over het algemeen zijn het negatieve dingen die gebeurd zijn in Suriname. Probeer ik dan met mijn verhaal, met mijn praatje, zeg maar. Probeer ik mensen te bemoedigen, mensen het positieve mee te geven. En dat is wie ik ben. Rodney Deekman. Any questions? Welkom de radio. Ja, ik ben ook op de radio nu 3 jaartjes. Ik zit bij Radio 10 en ik werk daar als radio DJ. Radio DJ, dat is iemand die zegt, oh en dames en heren, nu mag u dan gaan luisteren naar, laat me iets populairs zoeken, Doji met What It Is. Kennen jullie die song? TikTok song. Toch niet. Maar ik ben dus de persoon die zeg maar daar zit met zo'n headphone en een microfoon. En dan ja, basically zeg ik welk nummer volg. En het tweede dat ik doe is er is een hitlijst met 10 liedjes. Die dus elke week gepresenteerd wordt door mij. Leuk toch? Ja. Zouden jullie ook radio DJ kunnen zijn? Denk je? Ja? Ja. Oké. Okay. Hoe zou je een liedje aankondigen? Wat is het populairste liedje van jou? Je lievelingsnummer, nu. Givian. Je hebt geen lievelingsliedje. Oh, oké. Okay, dan welke is het? Calm down, Remma. Baby, calm down. Calm down. Zing een stukje. Calm down. Baby, calm down. Calm down. Boys, somebody is too nice for lockdown. For lockdown. For lockdown. Nice, ja? Dus jullie misschien is radio DJ ook iets voor jullie, no? Niet alleen maar televisie. Ik ben ook naar school gegaan om radio DJ te worden. Nee. Volgens mij heb je hier in Suriname ook geen school waar je dus naartoe kan als je een radio DJ wil worden. Ik heb het een beetje van mezelf en een beetje van mijn oma. Want mijn oma die heeft ook een klein beetje bij de radio gewerkt. Dus ik denk dat ik een klein beetje van mijn talenten heb ik gekregen van mijn oma. En de rest heb ik een beetje zelf ontwikkeld. Cool toch? Ja. Wou je vanaf kleins af radio DJ worden? Nee, eigenlijk niet. Ik wilde altijd piloot worden. Maar daar moet je heel hard voor studeren. Ja, toch? Veel boeken lezen, et cetera, et cetera. En toen ik volgens mij op de MULO school zat en wiskunde zag, weet u wat wiskunde is? Een vak dat je op school krijgt, dacht, het komt eraan. Maar toen ik dat zag, dacht ik, oké, ik ga geen piloot meer worden. Maar ik wist wel dat ik iets wilde doen met mensen entertainen. Mensen blij maken. Dus het is eerst begonnen bij tv en daarna de radio. Maar weet jij al wat jij wil worden? Want jij bent nu nog kind. Ja, ik wil rechter worden. Rechter? Zo, waarom? Omdat ik hou van eerlijke mensen. Je houdt van? Eerlijke mensen. Eerlijke mensen. Oké, dus jij wil eerlijke mensen helpen om bij hun rechtszaak, zeg maar. Ja. Love it, Given. Wat wil jij worden later? Ik wil een brandweerman. Brandweerman? Ja. Oké. En weet je al welke school je moet bezoeken? Als je brandweerman wil worden. Nee, dus dat moet je nog onderzoeken. Maar waarom brandweerman? Omdat ik mensen wil helpen. Je wil mensen helpen. Waarvan je huis in brand staat, wil jij komen en zeggen, yes, Given is hier, jouw huis zal niet meer in brand staan. Zo, oké. Dat is mooi. Mooie job. Trots op jullie. Dank
kunt heel veel popmuziek van je voor me zingen. Zo. En hoeveel budget hebben jullie? Nee, ik schrap je. ja, ik ga dit nummer doen dat ik heb samen met Dominique Ravenberg heb ik een duet gezongen. Dus samen, twee mensen, één liedje. En het nummer was van, componist was Cornelis Amafo. Componist is de persoon die het nummer heeft geschreven. Ja, het gaat zo. Aate bronco dorse, e quebra truça da onse, ma pranga lobi giu na inse, tru lobi dete, e lobi dete, oh lobi dete na inse. Ik vind het zo leuk dat jullie me hebben uitgenodigd in de Bubble Box. Mag ik de volgende keer weer komen? Ja. Zeker? Ja. Oké, dan kom ik de volgende keer weer een keertje langs. Goed? Ja. Dankjewel. We zijn terug en we gaan naar ons volgende onderdeel, genaamd de Quizbox. We hebben hier, hoe heet jullie? Mien en Maraj. Mien en Maraj, wie van jullie is ouder? En jij bent hoe oud? Zeven. En jij? Zes. Oké, jullie weten alles van elkaar, hè? Alles. Jullie spelen de hele dag samen, jullie praten samen, jullie eten samen, alles. Oké, we gaan even luisteren hoe goed jullie elkaar kennen. Als ik mag zeggen, op een schaal van 1 tot 10, hoe goed kennen jullie elkaar? Zo goed. Zo goed. Zo goed. Een 10. Dus als ik haar iets vraag, ga jij het antwoord ook weten. Alles, alles, alles. 100%. 100%. Oké. Wat we gaan doen, we gaan hier een koptelefoon op je hoofd zetten. Zodat je die kan horen wat ik je zus vraag. En dan gaan we daarna kijken. Oké, Maraj, ik ga jou alleen vragen stellen. Jij mag naar voren kijken, kijk naar voren. Ja. Oké, ben je ready, Maraj? Ik ga je vragen stellen en dan moet je me antwoord geven op alles. Oké, wie van jullie twee is de liefste? Niemand. Jullie zijn beide stout. Jullie zijn beide stout. Soms zijn we wel lief. Oké, maar wie van jullie is soms is meer lief? Vaker lief? Yeah. Oké. Wat is je broers hobby? Waarvan houdt hij het meest? Black Panther. Welk ding? Black Panther. Black Panther. Oké, maar een hobby? Is het fietsen of zwemmen of... Fietsen. Fietsen. Ja. Ja, zeker. Op mijn fiets. Op jouw fiets. Ik kan ook fietsen. Oké. En waarvan houdt hij het meest op school? Welk vak vindt hij echt leuk? Schrijven. 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 Je moet hem niet zeggen, je moet naar mij kijken. Oké. Wat kan hij heel goed? Kan hij goed? Kan hij hard rennen? Kan hij koken? Wat kan hij doen? Hij kan zo dansen. Wat kan hij? Dansen. Dansen. Zeker. Zeker. Dan. Kan jij ook dansen? En wat wil hij later worden? Wat wil je broer later worden? Heeft je broer ook superpowers? Bubble Box. Wat voor superpowers heeft je broer? Geen enkele, hij heeft geen superpowers. Oké, en van welk eten houdt hij het meest? Patat. Patat. Dat vindt hij lekker. Oké. En wie van jullie staat als eerste op 's morgens? Hij. En daarna jij. Oké. Goed zo, we hebben het gehad. We hebben een paar vragen gesteld. Nee, ik. Meen. We hebben je zusje daar net een paar vragen gesteld. En dan gaan we kijken als jullie elkaar echt goed kennen. Ja? Oké. Ik heb haar gevraagd. En nu gaat hij alleen antwoord geven. Ja? Ik wil zien en luisteren als jullie elkaar echt heel erg goed kennen. Ik heb gevraagd wie de liefste is. Wie van jullie twee is de liefste? Ik. Jij? Je jak. Ik heb, soms is ze stoot, soms ben ik en haar stoot. Oh, jullie zijn beide stoot en beide lief. Oké, het komt een beetje overeen, ja. Wat is je hobby? Waarvan hou je? Ik hou veel van honden. Nee, maar als hobby hou je van? Spelen. Spelen. Op mijn PlayStation. Op je PlayStation, oké.
Je favoriete vak op school? Rekenen. Rekenen, oké. En wat kan je heel erg goed? Kan je zingen, kan je dansen, wat? Ik niet echt hoor. Je kan alles een beetje. Maar een van die dingen die je echt goed kan. Dat is vechten. Vechten, oké. Vechten op school? Nee. Oh, karate. Oh, oké. Ik doe karate op school. Ja, dan. Oké, wat zou jij later willen worden? Politie. Politie? Oké. Nee. Ja? Oké, goed zo. En heb je superpowers? Nee, je hebt geen superpowers. Oké. En dan... Ik wel. Ik kan vliegen in de auto. Ik had nog een vraag gesteld. Wie van jullie staat als eerst op 's morgens? Hij moet antwoord geven. Toen. Jij. Wie staat als eerst op zonder dat mama moet zeggen, staan jullie op? Maraj staat als eerst op. Maar wanneer we op school moeten gaan, naar school moeten gaan, ik sta niet op. Dan moet ik eerst opstaan. Oh, dan sta jij wel als eerst op. En is zij nog... Want ik wil niet naar school. Waarom niet? Maar zaterdag en zondag, dan slaap ik echt. Zij alleen is nog wakker. Oh, dan chill jij gewoon in bed, dan slaap je. Maar vandaag ben je vroeg wakker geworden. Ja, omdat papa ons lastig gevallen. Hij lijkt me gewoon te goed. Oké. Ik heb een paar vragen gesteld en op een schaal van 1 tot 10 jullie hebben... Ik heb 7 vragen gesteld en 3 vragen komen overeen. Dus jullie kennen elkaar ongeveer een 3 of een 4. Jullie kennen elkaar wel, maar er zijn een paar dingen die niet helemaal kloppen. Maar jullie hebben het geweldig gedaan. Een high five. 1. Ik die 2. Jij, de volgende keer doe je die headphone bij jou. Yes? Dat was het dus voor de quizbox. En je merkt het, broers en zussen, ze kunnen de hele dag bezig zijn met elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat ze elkaar op en top kennen. Tot de volgende keer. We zijn nu beland bij het laatste onderdeel van ons programma. En dat is de talentenbox. Vandaag hebben we Wishant en Shenwi die hun talent aan ons gaan tonen. Karate. Dat was het dus voor deze keer in de Bubblebox. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Nogmaals, mijn naam is Romano Wip. Tot de volgende keer. In de Bubblebox zijn we blij, want daar zijn we lekker vrij. Lachen en babbelen, we're 14. Zo kan de hele wereld ons zien. Stap in de Bubblebox, groot en klein. Zie onze wereld, oh zo fijn. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.